Dag jongens en welkom bij de zevende episode van deze clubberige carrière mode. We nemen het al direct op, uit op Anderrecht. Een heel belangrijke wedstrijd. Enerzijds, omdat Anderrecht, ja, dat is natuurlijk onze aardrivaal. En anderzijds is het in de actiefinale, is er geen terugwedstrijd. Dus als we nu verliezen, hoe, met hoe weinig verschil ook van Anderrecht, we liggen uit de beker. Uh, ik denk wel als we winnen dat we heel veel kans maken om de beker te winnen. Omdat voor de rest, ja, standaard en race Een van die twee wordt er ook al uitgespeeld. En uh, schiet er enkel nog A agent. En, ja, oftewel Loker ofwel Kortrijk over. Dus er worden toch al zeker uh, twee, als we winnen, worden er al zeker twee uh, grote kanshebbers uitgeschakeld. Dit is de opstelling van Anderlecht, een, een zeer sterke opstelling. Zoals je kan zien met heel veel uh, ja, getalenteerde spelers die een hoge potentie hebben op FIFA. En dat laat ze dan ook deze wedstrijd al direct zien in de achtste minuut. Hier praten we met een slim pasje naar Mitrovic. Maar Mitrovic pakt de bal niet goed aan. Hier geeft hij de pas terug, hij knalt op doel. Maar het schot is onschadelijk. Lange voorzet. De kopbal, ah oh nee, Denswil zit ertussen. Oh, Denswil bij oh. Gelukkig dat Ryan alert was, want Denswil had eventjes een blackout, een, een slecht momentje. Precies alsof hij het bijna ongeluk ging maken. Oh, een goede voorzet van de bok op Moses Simon. Ah nee, hij speelt Oh, Moses Simon heeft nog steeds de bal. Hij gaat krallen. Ja! Het is 1-0. Na zijn geflaterde vorige wedstrijd in de vorige episode, brengt hij ons al direct langs zijn ander in de 45ste minuut. Ik dacht dat hij de bal kwijt speelde. Want hij was zo aan het duwen en aan het trekken tegen uh, Mbemba, denk ik dat het is. Maar uh, hij is uh, sterk genoeg, blijkbaar. Of het is eerder zijn snelheid die het heeft gedaan. Hij uh, uh, sprintte eigenlijk gewoon. Hij rukte zich los van Mbemba en kon de bal op. Onder uh, Proto doorschuiven. We staan verdiend 1-0 voor in een vrij saaie eerste helft. 52 e minuut jongens. Storm die ik nog eens een basisplaats heb gegeven. Na nou zijn uh, wow, een vrij goede optreden, zijn laatste wedstrijden. Oh, goede voorzet. Hier komt Moses. Doe geen Moseske. Knal hem binnen. Nee, hij doet een Moseske. <laughs> hij mist de bal. Uh, hij mist het schot nadat nou, hij een fantastische rust had gedaan. Dat is de definitie van een Moseske. Hier moeten we oppassen voor Mitrovic. Die de bal gelukkig uh, uh, recht op onze keeper knalt. op Rijn. Uh, een onschadelijke corner. Een uh, voorzet die we goed wegwerken. Misschien kunnen we iets halen uit de... Ja, dat is wel een, uit de omschakeling. Een goede pas. Pasje naar beneden. Ja, alleen op de keeper. Kom aan, Kibano. Knallen. Oh, Proto staat op de juiste plaats. Al was het schot van Kibano ook een beetje te centraal om Proto echt in gevaar te brengen. Uh, wat gaan we doen? De voorzet of snijden we naar binnen? We snijden naar binnen en we geven een pas. Slimme pas. De Saar kapt naar binnen. Knaalt. Oh ho. -oh, op de dek dat. Ja, jongens, zou dat toch al langer 2-0 voor moeten staan. Het blijft bij de 1-0 stand. Het is nog steeds gevaarlijk. Kijk, zoals je hier kan zien. Op de pin. Echt een heel goede draaibeweging van de Saar. En hij knaalt de bal op de pin. 81ste minuut. Goede pas. Wat doet hij? Die, die dribbelt wat naar de, naar de hoek, naar de cornervlak. Uh, hij geeft een goede voorzet. Hier, oei, oei, pas op jongens. Maar Matthieu Soares zegt de bal terug. Bal van de lijn gekeerd door Denswil. Wel een geluk. Ik dacht, ja, het zou wel zijn als we hier in de 83ste minuut uh, een tegendoelpunt. Ik denk dat we dan nou toch wel zouden hebben verloren in de extra time. Lawrence de Bok is man van de wedstrijd. Matthew Ryan ook nog een rating van 7,3. Net als Moses Simon. Dat zijn toch wel de drie spelers die deze wedstrijd hebben beslist. We hebben uh, Anderlecht dat tw twee schoten op doel. Ook zij hadden eigenlijk een extra doelpuntje verdiend. Zoals je kan zien heeft agent gewonnen. Uh, Genk gewonnen. En dus lokeren verloren. Dat betekent dat we... Ja... Dat wij eigenlijk een grote kans maken op te winnen aangezien Standaard heeft verloren. Ik dacht, ik dacht dat Standaard na Anderlecht toch wel de grootste kansmaker was op deze titel. Maar dit wil ik jullie graag laten zien, jongens. De transferperiode begint terug en we krijgen al direct een transferaanbieding voor Matthew Ryan. Ik ben benieuwd hoeveel hij waard is en hoeveel ze bieden voor hem. Ik vind eigenlijk, ja, kijk, 9 miljoen euro. We kunnen tot 11,8 miljoen euro gaan. Ik was nog eventjes aan het twijfelen of ik. Uh, 10 miljoen euro, of alle 15 miljoen euro zou vragen. Maar uiteindelijk doe ik het niet. Kijk, zoals je ziet, ik heb nog een debot klaarstaan, Maar ik ga het toch niet doen. Um, ik vind hem te veel waard. Ik zou hem eigenlijk voor, voor 20 miljoen of zo willen laten gaan. Pak 15 à 20 miljoen op FIFA. Is toch wel het realistische bedrag voor een keeper van 76 en 22 jaar. Dus um, ja. En zoals ik ook al eerder had gezegd, jongens, we gaan nu Jordan Lukaku kopen. Ik ga gewoon een miljoen euro bieden. We zullen wel zien wat er van komt. Ik denk dat ze het wel, ja, wel zullen accepteren. Want ik heb, het geld nu toch no uh, ik heb nu toch geld. En uh, dan kunnen we het beter um, zo snel mogelijk aan de selectie toevoegen. Ze willen waarschijnlijk tussen de 1,5 en 2,3 miljoen. Wel ja, dan, dan bieden wij gewoon zoals eerder gezegd een miljoen euro. En uh, we zullen wel zien wat er van komt. Ze accepteren net ons vijfbod: een miljoen euro. Dat is, uh, ja, dat is nu een, een goede zaak, want ik denk als we hem kopen en hij stijgt een paar procent, dat hij al snel terug een miljoen euro waard zal zijn. En dat we hem dan ook kun als er, kunnen verkopen voor 2,5 miljoen euro. Dus ik denk wel dat we een heel goede transfer hier doen. Hij zal de goede backup zijn voor uh, Laurens de Bok, slechts 5% minder en een jaar, jonger. Dus uh, ja, hij zal, zal Laurens de Bok eigenlijk op, op termijn toch wel het vuur aan de schenen moeten leggen. Je hebt waarschijnlijk al de, de, de gewone stats van hem gezien. Kijk, zijn physical stats zijn uh, briljant. Maar het is toch een heel aanwandelende verdediger met 4 sterren zwakke been en 3 sterren skill moves. Maar nu is het tijd voor de wedstrijd uit op sterke bruggen voor de Pro League. Um ja, Ik wil deze wedstrijd simuleren. Omdat we dan toch sneller aan de playoffs kunnen beginnen. En de vorige simulaties die waren altijd extreem goed. We wonnen alles. Zoals hier nu ook. Uh, de Saar brengt ons een 71ste minuut. De drie punten. Al heeft Maarten Martens wel nog een penalty gemist. En ik denk als Maarten Martens die bal had betteld trapt. Dat wij misschien zelfs nog uh, kunnen verliezen. Omdat Racing in dan van alles dat... Alles had dichtgegooid achterin. We krijgen ook nog een transferaanbieding voor José Isquiardo, Maar 3,4 miljoen is echt wel een lachertje. Ik wil, maar, ik wil minimum 12 miljoen euro of zo. Want hij is, ja, is dat niet waard, maar het is toch. Voor, pas voor 12 miljoen euro kun je een vervanger voor hem vinden die even goed is als hem. Uh, want hij is echt fantastisch om samen met Moses Simon te spelen. En dit moet ik toch even uitleggen jongens, jullie hebben net gezien dat ik Moses Simon heb uh, uitgeleend, wel dat is omdat hij geglitcht is, misschien, misschien snap je dat, glitcht, dat is eigenlijk een foutje in het spel en uh, dat, dat, dat komt wel langer voor in FIFA 15 met meerder, meerdere jonge spelers. En die spelers die verbeteren gewoon niet. Gelijk hoe goed dat die spelen ze samen, die scoren heel erg veel. Dat was altijd heel erg goed in vorm, heel erg gelukkig, maar hij verbeterde niet. En een paar YouTubers hadden dan ontdekt dat je dat kon oplossen door die speler op de korte, korte leenlijst te zetten en hem dan eventjes kort uit te lenen. Na een paar dagen terug te halen, als het je dan niet te veel geld meer kostte, om hem terug te halen. En dat hij dan wel zal verbeteren. Dus dat ga ik dan ook gewoon proberen met Samen. Kijk, vijf dagen later. Ik ga ook met Julien de Saar. Die verbeterden ook niet. Ik weet niet hoe wat dat was met deze. Dus je betaal gewoon 21.000 euro. En uh, voor Mozes 61.000 euro uh, 60.000 euro. En dus in, ja, we kunnen eens kijken wat er van komt. Um, ik hoop dat die. En indien het niet werkt, dan heeft het ons uiteindelijk maar 81.000 euro gekost. Hè. Zoals je kan zien staan we nog steeds eerste met 9 punten voorsprongen op Sporting Charleroi. 21 punten voorsprongen op Sotouaarga en 22 punten op RSK Anderlecht. We hebben dus een heel comfortabele voorsprong uitgebouwd. Maar die moeten we natuurlijk proberen vasthouden. En misschien zelfs vergroten naar de playoffs toe. Want de punten worden dan gehalveerd. En 4,5 punten zijn toch niet al te veel. Meteen als we twee keer verliezen of een keer verliezen en gelijk spelen. En uh, Charleroi wint twee keer. Dan betekent dat we het al direct staan. Maar zodat we nu bezig zijn, zo gaan we onze voorsprong niet al te veel kunnen uitbouwen. Want we spelen gelijk tegen Oostende. Eh, we, hadden we nog toch 1-0 voorgekomen in de eerste minuut. Na een goal van Neesjes Kebano. Maar hij pakt toch een rode kaart. En eh, Oostende komt langs Helaas voor ons, maar wij krijgen al direct de kans om ons te herpakken. In de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de Beker. Tegen stadsrivaal Serpenbrugge. Wij zijn wel meer de grote rivaal van hun dan dat zij onze rivaal zijn. Maar toch, uh, deze wedstrijd is natuurlijk een must-win. De eerste kans van de wedstrijd is pas na 16 minuten. Rafael knalt niet zo gek veel over. Uh, daarna is het niet te lang meer wachten. Tot de 22e minuut. Tot Neesjes Skibalo uh, en Mozes Samen goed verdedigen. Samen past de bal naar Victor Vazquez. Maar die kan de bal niet binnenwerken. Dat is wel spijtig. Maar uh, Rafael recupereert de bal. Geeft een goede pas. De Saar knaalt. En de, he, raakt de dekklat opnieuw. Kijk, je kunt zien hoe, uh, hoe kwaad dat de Saar is. Het is hem echt niet gegund. Zijn doelpuntje. Ik denk dat hij dit seizoen al vier keer de dekklat heeft geraakt. Of uh, en ook al één keer de paal. Dus ja, dit is hem gewoon echt niet gegund. Hier een hele goede kans. Maar we knallen de bal tegen de verdediging van Sarke die een hele muur hebben opgetrokken. We komen er eigenlijk echt niet doorheen. Tot de 75ste minuut. Hier Victor Vasquez geeft een goede pas naar Moses Sain. Die gaat zijn man voorbij. En hij gaat knallen. Hij knalt. Maar het is alweer in de verdediging van Brugge. Laatste kans van de wedstrijd, jongens. 90ste minuut. Ruud Former. We, we weten dat hij heel goed vrije trappen kan pakken. Hij kijkt nog eens naar links. Hij kijkt nog eens naar rechts. En besluit dan om de bal gewoon perfect in de punt te kegelen. Nee! De bal botst weer tegen de teklaat. Daar nemen we de bal ook naast. En de scheidsrechter besluit. Dat het wel is geweest. Hij fluit de, 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 de wedstrijd af. En we eindigen met een 0-0 gelijkspel. Bjorn Engels is man van de wedstrijd. Je weet het, als een, een verdediger uh, de man van de wedstrijd is, dat je geen al te goede aanvallende wedstrijd hebt gespeeld. Indien je van deze aflevering hebt genoten, jongens, geef je dan eventjes een duimpje omhoog. Indien je nog niet geabonneerd bent, doe het dan zo snel mogelijk. Bedankt om te kijken, jongens, tot de volgende aflevering. Ciao.